Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast-kanaal. Het leven zit vol verrassingen en al zeker als je geabonneerd bent op het tijdschrift van Zigzag HR. En dat kunnen mijn twee gasten van vandaag, Minuet Manager Talent Development bij Aquafin en Annelies van de Slijke, Team Manager Culture and Connection bij Telenet, alvast bevestigen. Want we trappen seizoen 5 van Zigzag HR Brain Pickings af met een nieuw concept. Vanaf nu kruip ik elke maand in het hoofd van twee abonnees tegelijkertijd. Een blind date bovendien, want tot 15 minuten geleden wisten ze nog niet niet wie naast hen plaats zou nemen, als dat maar goed komt. We gaan in deze podcast in gesprek over het thema van deze maand en dat is welzijn. Maar ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar hun parcours als HR professional en naar hun tips voor andere HR-collega's. Welkom, goeiemorgen. Goedemorgen. Valt dat een beetje mee zo, of uh, had je toch liever iemand anders naast uh, jullie gezien? Of ja. durf je het niet zeggen? Ten eerste <laughs> indruk is uh, alvast positief. Oh, okay. Ik ben ook content <laughs> en heel benieuwd. Ja, 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 ja ik ben zelf ook heel erg uh, benieuwd. Het is dus voor mij ook heel erg spannend. Um, bon, min, ik ga bij jou beginnen. HR Architect, Manager Talent Development bij Aquafin. En zo lees ik op jouw profiel: jij verbindt mensen met mensen, met water met technologie. Ja, Wat moeten we daarvan over staan? Ja. Um, mijn loopbaan is eigenlijk gestart in architectuur, waar dat je leert om macro te denken, uit te zoomen en oplossingen te vinden voor problemen in de maatschappij, of uh, ja, te zorgen dat werken, wonen, leven beter kan. En eigenlijk, um, sinds drie jaar werk ik binnen HR en pas ik die principes wel nog altijd toe ik kijk, probeer uit te zoomen en macro te kijken en op die manier oplossingen te zoeken voor maatschappij, organisatie, team en het individu. Dus vandaar dat ik mezelf um, HR-architect durf noemen. En inderdaad, uh, bij Aquafin werken wij aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. En... Um, Vanuit HR verbinden wij dus echt die mensen met mensen, met water, met technologie. Want dat is dan ook wat wij willen doen: de juiste match met talenten. Um, om op die manier de impact te maken voor mm -hmm. proper waterlopen en ook voor een leefomgeving met harmonie met water. Een organisatie waar dat ook innovatie heel belangrijk is. Ja. Dus dat technologisch stuk is ook wel echt heel uh, belangrijk. Okay, klopt helemaal, hè, als ik u dat zo hoor uh, uitleggen. Nu, um, Annelies, jij werkte uh, 13 jaar ondertussen bij TDNet. Momenteel ja. als uh, Team Manager Culture and Connection, maar je bent destijds gestart als Business Analyst. Klopt. Was dat een bewuste keuze of is dat dan een samenwerking? Een hoop van omstandigheden, hoe, hoe, hoe zit dat parcours in elkaar? Dat is een beetje een combinatie van de twee. Um, op bepaalde momenten was dat meer een persoonlijke keuze, omwille van uh, ja, veranderingen in mijn persoonlijk leven. Um, de moment dat ik zwanger was, bijvoorbeeld. Ja, dat is toch al een moment van typisch een break te nemen. En dat was ook voor mij een moment van reflectie en om, om het misschien ook eens uh, van een andere kant uh, te bekijken binnen het bedrijf. Um, maar telenet is ook echt een heel dynamisch euh, bedrijf en een dynamische omgeving, dus er verandert regelmatig wel mm -hmm. wat. En dat biedt ook elke keer wel een nieuwe opportuniteit aan. En euh, ja, dat is ook wel een, een mindset binnen Telenet om, om te kijken van interne mobiliteit ook wel te stimuleren en te zien van oké, okay, daar is iemand met bepaalde dingen bezig. Dat kan ook interessant zijn, omdat dan in een andere omgeving in te zetten. Want het is nog niet zo lang dat ik eigenlijk binnen HR werk. Mm -hmm. Maar eigenlijk ben ik in alle functies die ik heb gedaan wel altijd heel hard met mensen bezig geweest. Dus daar herken ik al, herken ik al iets in. Um, ja, en dan, dan komt uiteindelijk toch wel bovendrijven, denk ik, van goh, die dynamiek tussen mensen. Het, het creëren van een bepaalde cultuur en, en verbinding is toch wel iets wat heel centraal staat en waar ik nu eigenlijk echt ook mijn werk heb van kunnen maken. Ik deed het mm -hmm. altijd al als een deel van wat ik deed, maar nu is het ook echt mijn, uh, ja, ja, mijn fulltime full ja. job. Ja. En wat houdt wat die, die job dan heel concreet? En hoe ziet u een dag bijvoorbeeld, gemiddeld als die al bestaat, eruit? Die is uh, telkens heel anders. Dus ik denk dat er geen klassieke, uh, klassiek patroon bestaat. Um, maar de kern van, van, van wat ik doe, samen met mijn team uiteraard, is... Um, vinger aan de pols houden in de organisatie. Mm -hmm. Dat is voor ons echt ook een hele belangrijke. Um, ja, het het uh, verzamelen van feedback van mensen uit de organisatie. We doen regelmatig uh, engagementbevragingen, maar ook met heel veel open vragen, zodat mensen ook echt dingen kunnen aangeven van uh, wat leeft er, wat vinden ze belangrijk, waar hebben ze nood aan. En daarnaast um, ja, gaan wij ook heel actief met bepaalde thema's die we echt willen verankeren in onze, in onze cultuur, zelf ook aan de slag van hoe kunnen we dat dan realiseren. En welbeing is daar een van bijvoorbeeld, maar ook uh, diversiteit en inclusie. En dat zijn toch wel ook thema's die gelinkt zijn aan elkaar. Hè. Als het mm -hmm. gaat over engagement, als het gaat over inclusie, als het gaat over welzijn, je ziet dat daar wel een, een uh, ja. gemeenschappelijke noemer in alle zit. Dus dat is wel zo fijn. Ergens. Ja, ja, een beetje, een beetje samen. Hè. Nu, um, het is niet de reden waarom dat ik jullie heb um, samengezet, maar jullie zijn wel alle twee zigzaggers in de zin van: en er zijn heel veel zichtzaggers als ik dat nu eigenlijk um, bekijk in het algemeen. Waarmee dat ik wil zeggen dat de job die je een tijdje geleden hebt uitgevoerd, eigenlijk uh, compleet in een andere richting is gegaan. Dat je loopbaan in een andere richting is gegaan. Ik ben er zelf heel erg van overtuigd dat er ongelooflijk veel meerwaarde in zit. En je zegt het ook zelf minder juist. En je kijkt en je gaat uitzoomen. En je dat je als architect doet, dat doet je in eentje jaar. Het waarschijnlijk ook zaken, dag als business analyst hebt toegepast, nu in je huidige rol doen. Dus er zijn heel veel voordelen. Maar ik challenge mezelf ook graag. Zijn er dan ook nadelen? Ik weet niet min, bijvoorbeeld, er, ervaar jij nadelen van het? Feit dat je nu een paar jaar in iets jaar zit, zeggen mensen dat soms tegen jou, maar benoemen ze dat? Vandaag niet, vandaag niet, maar de opstart, um, nu drie jaar en een half geleden, mm -hmm. was wel echt heel pittig en ja. er zijn toch wel een aantal moeilijkheden dat je daar krijgt, denk ik, ja. door in een compleet nieuw domein um, een loopbaanstap te nemen. Um, wat is dat dan specifiek? Ik denk het vertrouwen krijgen. En je mm -hmm. komt in een team van HR-experten die denken, wat kom jij hier doen, mm -hmm. ten eerste. En ten tweede ook in een organisatie waar dat um, binnen onze organisatie het sowieso al niet zo evident is om een HR-topic op de agenda te krijgen. Mm -hmm. We hebben daar wel evolutie in gezien. Maar um, ik, ik heb wel gemerkt dat vertrouwen daarin opbouwen en op die manier draagvraag creëren, dat dat wel echt een... Uh, een moeilijk proces is geweest mm -hmm. en dat dat ook heel veel energie heeft gevraagd. Ik kan ook zeggen dat ik na een jaar dacht, echt waar, ik geef mijn ontslag. Het is goed geweest. Ook daar heeft jobcoaching mij dan ook in geholpen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook iets heel specifiek. Um, in die jobcoaching heb ik bijvoorbeeld ook geleerd dat ik veel resultaatgerichter ben dan dat ik dacht. Mm. En omdat ik eigenlijk altijd jobs had uitgevoerd waar dat het resultaat wel heel tastbaar was. He. Architectuur, ja, een gebouw, dat zie je. Ik heb um, een team afkoppeling Geleid. Dat waren ook echt plaatsen van zuiveringsinstallaties, werk uitvoeren. Dat is allemaal heel tastbaar. Ja. In HR jaar moeten wel wat geduld hebben mm -hmm. voordat je een impact ziet, of het resultaat. En zo heb ik ook wel geleerd ja, dat dat wel een aspect is van mij dat, ik, uh, dat duidelijker aanwezig was dan dat het was. Mm -hmm. Dus zo'n nieuwe stap maken, leert ook wel jezelf beter ah, ja. kennen, dat enerzijds. Maar ik heb dus ook wel heel veel moeten zeggen tegen mezelf. Het is een marathon, het is een sprint. <laughs> het geduld, ja. Hebt geduld. En vanaf voilà, drie okay. jaar ja. later loont dat geduld dan ah. wel. Ja. En, en, en bij jou, Annelies, dat dan kreeg je ook zoiets gevoel van dat mensen dachten van dan komt hier in ons HR-team doen, of bracht jij een heel specifieke competentie mee, waar iedereen zat op te wachten binnen dat HR-team? Ik denk dat bij mij dan die weerstand vooral bij mezelf zat. Mm. Um, dus ik, ik merkte dat niet heel hard. Vanuit het team was er een grote um, interesse en nieuwsgierigheid. Ook omdat ik dan meer vanuit een rol in de business kwam. Mm -hmm. um, en dat is toch ja, super belangrijk. Je ja, zegt het inderdaad: het heeft vaak wel wat tijd nodig. Het is wat minder tastbaar. Dus je hebt echt je, je relaties met je stakeholders die in de business zitten, is super belangrijk om iets te kunnen bereiken. Mm -hmm. En ja, dat was bij mij mijn. mijn dus de grote waarde was dat ik helemaal anders naar alles keek dan dat, dat de gedragen uh, visie rond de tafel ja. was. En dat ik mij altijd de vraag stelde: van ja, maar wat betekent dat nu voor medewerkers? Wat, wat hebben ze hier nu aan? Mm -hmm. um, hoe gaat dat hun helpen? Of zo. Echt ook vanuit die, vanuit die toepassing en vanuit HR zien als, als een deel van wat je als bedrijf wil doen, ja. maar niet per se een focus op zich. Um, maar daar. Ja, dat was ook echt een bewuste keuze om mensen vanuit hun businessomgeving meer ja, binnen, binnen, een HR te binnen People te, ja. te brengen. Want jullie zeggen People inderdaad. Ja, lezen. wij zeggen People. Ja, ja, ja. <laughs> Omdat het, mm -hmm. uh, ja, het heeft iets, iets meer menselijk letterlijk, dan, mm -hmm. uh, dan de human resources die, mm -hmm. er, die erachter zitten. Um, dus dat was een bewuste keuze. Maar ik vond dat zelf wel vaak... Ja, je begint dan ook automatisch aan jezelf wel een beetje te twijfelen. Van oei, ja... Die zijn daar precies allemaal over eens. Ja. En voor mij voelt dit helemaal anders. En om dat ook te durven benoemen, ja. op tafel te leggen. Maar ik moet zeggen dat dat wel heel, allee, altijd heel um, open uh, onthaald is en gestimuleerd is. En ook echt wel van. Ah ja, Dat is heel goed dat je dat deelt, waardoor dat ik dat nu ook echt als mijn sterkte zie. Als ah, ja. het feit dat ik het anders zie. Maar dat moet je zelf ook wel. Dus allee, qua interne proces herken ik dat mm -hmm. ook wel, dat je zelf daar een stukje in leert kennen, omdat. Ja, ik heb dat nu al in verschillende rollen gezien. En soms iets wat daar in één rol amper aan bod komt, wordt in een volgende rol plots heel erg belangrijk. Ja, ja. Um, en dat denk ik wel als je echt zelf is in verschillende contexten plaats dat je andere stukjes van jezelf leert kennen. Mm -hmm. Dus ik denk dat het wel heel verrijkend is, maar het is niet per se de makkelijkste weg. Nee. <laughs> heel verrijkend, ja. maar je moet even door zo die dip van... Wat is dat nu? Een beetje ja. geduld hebben. Ja, is in ja, Maar wel ook knap dat dat team ja. dat wel apprecieerde. Ja. Want dat moet ik zeggen, bij mij heeft dat wel langer geduurd, want ik kreeg wel echt de opmerking, waar ik heel blij ben, dat ze dat open konden delen met mij. Van ja, maar je verdedigt altijd een business. Ja, omdat ze mm -hmm. dat zo niet gewoon waren. Want ik vind dat ook een troef en tegelijkertijd een beetje een angst van hoe lang kunnen we dat vasthouden. Hè? De mm -hmm. perceptie van de business. Ik probeer dat wel ook nog altijd in onze organisatie daarvoor alert te zijn van de klantcentrale. Mm -hmm. We gaan vanuit hen um, of de, de behoeften van hen en de probleemstellingen van hen zaken ontwikkelen en we zetten hen mee aan de ontwerptafel. Yep. En nu is dat geïmplementeerd, maar voor mijzelf is dat wel een angst, van hoe lang blijft die frisse blik... Je, ja. je dus zelf jezelf wijsmaken dat je die frisse blik van de business <laughs> hebt. Hè. Ah, ja, ja. Maar ja, door, door frequent met de business gewoon in contact te zijn en ertussen te blijven lopen. Hè. Maar ja, de, 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 het, is, het is onvermijdelijk dat je ergens op een bepaald moment een beetje in een bubbel zou geraken. Het feit dat je daar bewust van bent... Maakt dat het niet zo snel zal gebeuren. Hè? Maar uh, mm -hmm. alright, dus de dissonante stem hoor ik een beetje in een team die er eigenlijk ook wel aan moet openstaan. Hè? Um, als we het dan hebben over, over welzijn, uh, jullie hebben twee jaar geleden een vernieuwde welzijnsvisie op de agenda gezet uh, bij Aquafin. Ze zaten er waarschijnlijk niet direct op te wachten in de initiatief. Kan je dat dan in nog mijn... nee, nu weer al hè? veel Vindelijk. werk en je mm. later? 1200 collega's die samenwerken aan een positieve welzijnscultuur om de resultaten van Aquafin nog beter te maken. Want dat is dan een doelstelling. Vertel, wat, wat, wat kan je daarover delen? Hoe is dat verlopen? Um, ja, dus ook daar terug een intens en toch ook wel een, een pittig traject geweest om welzijn op de kaart te zetten bij Aquafin. Um, hoe is dat verlopen? Je ja, hebt op een bepaald moment toch ook wel die, die nood om opnieuw welzijn uh, op de kaart te zetten. Um, maar ook wel aanvoelend in een heel rationele omgeving, heel veel technische profielen, waar dat je met dat onderwerp de, niet zo direct voor elk, dat onderwerp veel draagvlak vindt. Um, dus daar hebben wij we ook wel heel bewust gekozen om de een, een, een tijd te nemen voor dat traject. Dus je start mijn welzijnsvisie, daar ook wel vanuit komt co-creatie samen met een business. Een heel duidelijke welzijnsvisie gedefinieerd, duidelijke doelstellingen, bouwstenen daarbij om dan um, de tijd te nemen om dat echt als een change-traject, met uh, de change-methodologie, we gebruiken daar de ADKAR-methodologie, mm -hmm. die verschillende fases te doorlopen. Tijd te nemen om de bewustzijn in die, het bewustzijn in die organisatie te creëren rond waarom is dat belangrijk vandaag om aan welzijn te werken. En dan ook de bereidheid of het engagement van het management, de leidinggevende, 120 zijn, uh, bij, 120 zijn ze bij ons in de organisatie, te krijgen om daaraan te werken. En daar was bijvoorbeeld ook wel echt uh, de nodige aandacht voor nodig. Ook terug opnieuw: hè, de um, cultuur van een organisatie, heel technisch, feitelijk onderbouwd. Um, op zoek naar ratio, vooral. Van Oei, die, als wij hier aandacht gaan geven aan welzijn, dat gaat ten koste te gaan van onze productiviteit. En uh, we willen er niet hier niet met softe dingen beginnen. <laughs> um, dus ja, het uitleggen waarom dat je dat wel doet, en belangrijk dat dat bijvoorbeeld is. Dat, uh, openhartig confronteren of radicaal uh, openhartig zijn. Mm -hmm. Kender, zoals dat zo mooi noemt, zeg ja. een prachtig woord. Ja, daarvoor. inderdaad. Ja, ja. En, uh, want dat was bijvoorbeeld, we ja. hebben een organisatie dat ook wel echt een community is. Uh, en waar wij dan als objectieve observator, als HR, ook wel vaststelden ah ja, maar hè, de zaken worden niet genoeg benoemd, zaken worden uh, wat op zijn beloop gelaten. Dus het is ook belangrijk om de zaken te benoemen, om op die manier wel duidelijkere en snellere resultaten te halen om als organisatie relevant te zijn en te blijven. En op die manier hebben we wel een bereidheid gevonden in het management om hen dan op te leiden. Ook daar terug het belang van de business te kennen en te mm -hmm. weten wie dat uw doelgroep is en die opleidingen ook op maat. Uh, de meest succesvolle opleiding was daar bijvoorbeeld van uh, Valérie Jacquemin van Tika, een ah, ja, uh, ja. prestatiepsycholoog. En dat was een opleiding omgaan met weerstand. En dat wordt echt vanuit dat neurowetenschappelijke ja, uh, ja. aspect benaderd. En dat was echt de leidinggevende dat op voorhand zeiden, ja ik zit hier letterlijk, hè, ja, ik zit hier eigenlijk met weerstand in deze opleiding. Mm -hmm. En dan toch door een taal te spreken die bij hen werkt, dat feitelijk onderbouwend ratio, wat doen een amygdala als iemand uh, in weerstand? is en wat kunnen je daaraan doen? Ja, niks zolang dat je gesloten is, mm -hmm. maar wat moeten dan op voorhand doen? En waar, daar wordt nu nog over gesproken dat dat dan toch een techniek is dat werkt. Dus voilà, zo waren we in de volgende fase opleiding, dat is nu één opleiding, maar er waren er meer, om op die manier het um, ja, engagement van de organisatie mm -hmm. te krijgen en om verder te verankeren. Yeah, yeah. En zo zijn we twee jaar verder vandaag en voelden ook wel echt teams uh, hebben de maturiteit om welzijn op de agenda te zetten, om acties te definiëren, om dat er, uh, te blijven opvolgen. Mm -hmm. Omdat ze er eigenlijk in hun, hun, uh, hun eigen taal, ga ik het nu even zeggen, op aangesproken waren en er meerwaarde van, uh, van, uh, van zagen. Maar ja, Valérie, ik was oh, daar nog eens, maar ik had ontsnapt, terwijl je het aan het vertellen werd, ze heeft mij ook zo een heel mooi voorbeeld gegeven van... Als Het gaat over opleiding, dat je eerst met een primer, maar het ontsnapt mij. Er is een podcast over van een jaar of twee geleden. Ik ga hem een keer opzoeken, maar oh, ze oh, legde oh, dat hoe dat mensen leren als het met een primer Je moet eerst gelijk als geverfd, oh. eerst een primer. Dat, dat even is, aan. Enfin. Oh. ja, het moest super interessant uh, geweest zijn. Ja, Annelies, in welke mate ben jij dan heel actief betrokken uh, bij, het, bij het welzijnsbeleid bij Telenet Dan wel, dat is eigenlijk. Actually... Een van onze kerntaken, mm -hmm. zeg maar, om ook dat welzijnsbeleid um, ja, te, te bepalen en verder vorm te geven. Um, ik denk dat de omgeving bij Telenet op dat vlak wel iets anders is dan, dan wat ik hoor uh, bij AquaFin, in die zin dat, wij, dat het thema al sowieso hoog op de agenda staat. Mm -hmm. uh, Telenet is een, een heel mensgerichte organisatie. Um, dus dat op zich is niet per se een, een, een probleem geweest. Ik herken mm -hmm. wel. Het feit van de, ja, de, de doelgerichtheid, de rationele kant van de organisatie. En dan eh, daar een beetje de balans of daar de openheid voor een thema mm -hmm. als, als uh, welzijn te creëren. Ik denk dat onze eerste uitdaging, we zijn daar nu een, een, uh, een tweetal jaar heel actief uh, bij betrokken, of dat dat ook een deel van onze verantwoordelijkheid is. Er was al heel veel uitgewerkt, mm -hmm. maar dat was vooral vanuit een uh, inzicht van preventie, vanuit de mm -hmm. preventieadviseurs, vanuit de ja. interne preventiedienst. Um, dus kwalitatief lagen daar heel zinvolle dingen en heel goede dingen, maar dat was eigenlijk niet zo bekend binnen de organisatie. Mensen vonden daar ook niet per se hun weg naartoe. Um, dus dat is eigenlijk het eerste waar wij vooral een uitdaging zagen, is, is en dan ja, pik ik een beetje vanuit mijn marketingachtergrond um, mm -hmm. van, ja, een beetje je interne marketing, je interne ja. branding er rond, um, omdat well being ook wel iets. iets ja, aan de softere en dus mogelijk zo de, de zweverige kant um, mm -hmm. hangt, voelden wij dat daar ook echt een, een uitdaging zat. En zijn wij ook de, de ja, positionering en branding wat gaan aanpassen. En hebben wij nu alles ook uh, onder een koepel gebracht van uh, recharge. Um, ja. mm -hmm. Omdat we zijn een heel actiegerichte cultuur, uh, um, ja, de, de gele en de rode energie is mm -hmm. zeer aanwezig. En die recharge dat, dat, dat is veel activerender. Dat is ook. En, en daaronder gebruiken we ook vaak de tagline power your wellbeing. Om mensen ook echt aan te geven van kijk, neem het zelf in handen, er is van alles. Mm -hmm. Je moet daar een stukje misschien hè, je weg in zoeken. Of aan iemand vragen van wat is nu voor mij, hè? wat zou mij nu op deze moment kunnen helpen? We schuiven ook een aantal dingen proactief naar voren. Maar toch ook vooral ten eerste die aandacht op die recharge. Het is ook belangrijk om daarmee bezig te zijn. Um, we gebruiken ook echt het batterijtje. Maar dan met de, de insteek: ja, vroeger moesten we wachten tot als die helemaal leeg was. Mm -hmm. En dan pas mochten die opladen. Nu met de... Nieuwe batterijen kunnen op elk moment bijladen. Dus we moeten niet wachten tot het in het rood komt. Dus zo, ja, de hele storytelling er rond helpt ook wel om het thema dan bespreekbaar te maken, om het wat activerender voor te stellen en om dan van daaruit te zeggen, ah, en in dat kader hebben wij een aantal opleidingen, hebben wij coaching beschikbaar, hebben wij. Mm -hmm. Maar ja, ik heb daar toch opnieuw gevoeld, het, het, het ding een naam geven ja. helpt om erover mm -hmm. te kunnen praten en om erover te kunnen communiceren. En dat is wat je wil dat het bespreekbaar wordt. Hè? Want ja. dat, dat verlaagt de drempel al enorm om bepaalde ja, initiatieven te gaan, uh, te mm -hmm. gaan uitproberen of uh, ja, die, die ja. te passen ja een beeld van de batterij vind ik inderdaad wel mooi dat je zegt van je moet niet wachten tot dat het helemaal uit is de batterij van vandaag en die kunnen systematisch uh, heropladen toen we denken nou dat mijn uh, orthodontiste bij mijn laatste bezoek tegen mij zei want de zei ze die, oh, druk druk druk, druk. Zij, ik zou ik zo eigenlijk een keer moeten ff, wat rusten en dan kan ik morgen weer verder gaan maar zegt ze, weet jij wat je wat hij mij doet denken zegt ze is eigenlijk een Porsche met een veel te kleine benzinetank zegt ze hij staat morgens op hij vliegt die een benzinetank is direct leeg. Je laat een klein beetje bij en je bent weer vertrokken. Dus het idee van recharge. Mm -hmm. Maar ik recharge niet lang genoeg, zij ja. zei tegen mij. Toen wij denken aan die beeldspraak. Dus dat is misschien wel belangrijk, recharge. Maar dan voldoende de tijd nemen om effectief te rechargen. Recharge bij mij is ondertussen al iets anders. En ik ja. zou net buiten het rood en, en ja, we kunnen we ja, weer ja, 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 we kunnen weer ja. verder en ja. Dus dat is dat is, nee, niet ik zo denk, duurzaam. Ik zie. heb er geen last van, maar het zal niet duurzaam zijn. Ik ga niet wachten tot dat blijkt dat het effectief niet duurzaam, <laughs> duurzaam is. Maar het dient er mij wel aan uh, aan denken. Mooi beeld, de batterij. Um, ja, Ieder jaar staat sowieso in januari bij zich, zeg, het jaar wel being op de kaart. Het is het moment dat iedereen elkaar een goede gezondheid wenst. Alleen we trekken het natuurlijk graag open. We willen het niet alleen over fysiek en mentaal welzijn hebben, maar ook over financieel welzijn. Community well-being, social well-being. Um, ja, in de juiste energie zitten, maar ook voldoende sociale contacten hebben buiten het werk. Dus al die pijlers, eenzaamheid, whatever, het komt allemaal aan bod. Um, zeker ook financieel uh, welzijn. Welk van de thema's binnen die welzijnscluster, om het zo te zeggen, komt bij jullie het meeste aan bod op dit moment en waarom? Um, ja, één en is misschien moeilijk, vind ik precies, om te definiëren. Talentontwikkeling en groei, ja, werkbaar werk mm -hmm. en die verbinding, denk dat. Ja. Ja. Wel de drie belangrijkste. Ik zijn, uh, mm -hmm. een beetje breder, maar dat is wel wat je vandaag voelt in de organisatie waar het meeste nood aan is. Mm -hmm. En dus die van ons, bij ons van voor op de agenda staan. Ja. Dat zijn ook uh, drie van de bouwstenen waar onze welzijnsvisie op geënt is. Um, ja, die interne mobiliteit stimuleren. Ik denk dat jullie dat ook doen. Mm -hmm. en, uh, dus dat is wel een belangrijke gevoel, ook, dat die vragen veel meer tot bij ons komen. Van, mm -hmm. Ah ja, ik zoek een nieuwe uitdaging in mijn loopbaan of ik weet niet hoe welke richting dat ik zou willen uitgaan. Dus die actieve vraag begint wel meer en meer te leven. Dus daar zijn wij ook wel heel content van. Mm -hmm. Dat wij op die manier compagnon de route kunnen zijn van um, onze medewerkers. Uh, werkbaar werk, dat is dan misschien meer vanuit de, het... Uh, perspectief van de organisatie is een uitdaging in een ouder wordende populatie. Hmm. Hoe zorgde ervoor dat wij met die 1200 collega's verder kunnen gaan? Dus dat is vanuit het anders perspectief um, benaderd. En dan ja verbinding in een hybride context ja. is wel ook, uh, staat ook wel echt van voor ja. op de agenda. De grote uitdaging, ja. vind ik wel. Hoe slagen we daar in godsnaam in? Dat enfin, vind ik een hele, hele last. Ja, he? wij hebben ook ja. wel een beetje het geluk dat wel in onze cultuur al zit. Hè? Die community is voor mm -hmm. ons een heel um, ja, belangrijke parameter, maar ook een troef bij aanwervingen. Um, dus we hebben dat al. Het wordt complexer in de hybride mm -hmm. werkkontext. Maar uh, je voelt ook dat daar het management wel sterk in is. En de leidinggevende om echt een community te bouwen. In een hybride context wordt het nog moeilijker om het over de directie of over de ja. teamgrenzen heen ja. uh, te doen. Mm -hmm. Ja, en zeker ook bij nieuwe aanwervingen. Want die komt dan in een community Klopt. die elkaar al heel erg goed kent. Ja, hoe geraakt je daar? Op een iets ja, artificielere manier in. Hè? Het, het moet een stukje gestimuleerd worden. Het gaat iets minder vanzelf. Ja, 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 ja en ja, ja. dat je dan ja, ja. terug wat moet reguleren. En inderdaad, ja. in onze campus Aquafin hebben we daar ook wel gezorgd dat er de nodige uh, manieren zijn om op, in die hybride context dan wel veilige plekken te creëren. Ja. om ja, nieuwe medewerkers te onboorden. Mm -hmm. mm. Oké. Okay. En op welke pijlers, Annelies, zetten jullie dan vooral in? Ik kan daar eigenlijk wel op aansluiten, want. Um... Het, het sociale gegeven, maar dan vooral het, het community en verbinding met, uh, met de teams en, en met elkaar, is sowieso ook wel iets wat we dan weer zien in onze engagement surveys. Dat dat echt iets is wat heel belangrijk is, wat, wat als topsterkte um, heel vaak door medewerkers wordt aangegeven van hè, energie die je haalt uit het team, samenwerking met het team, connectie met collega's. Wat inderdaad ook heel veel onder druk heeft gestaan hè, dan de laatste uh, jaren, zeg maar. Um, maar, maar dit jaar hebben wij heel veel ingezet op um, Safe and Strong Teams. Mm -hmm. En eigenlijk, uh, in zijn essentie, gaat dat erover om teams te stimuleren om ook met elkaar in gesprek te gaan over hoe ze samenwerken en wat ze daarbij van elkaar nodig hebben. Want teams ja, gaan altijd al afspreken over de inhoud van wat ze doen, over prioriteiten, over planningen. Um, maar vaak. Ja, stik, allez, wordt het dan wel uit het oog verloren van ook eens te babbelen over hoe oh, werken wij nu samen, ja. of wat heb ik nodig van u, of ah, met in een hybride context, ik mis wel dit of dit aspect. Um, en dat is iets wat we heel, uh, ja, heel praktisch hebben gemaakt uh, aan de hand van, van een, een teamcharter. En dat we gevraagd hebben aan alle teams om tegen het einde van het jaar, dus zelfs almatig, een aantal vlakken daarvan, dus elk vlak was dan een bepaald topic. En dat ging van heel praktische dingen als wanneer komen wij naar kantoor uh -uh. om welke soort activiteiten te doen. Um, tot ook wel best wat, wat gevoeligere thema's. Uh, ook het, heel, het recht op die connectie, hebben we daar uh -huh. ook in verweven. Wat betekent dat voor ons team? Voelen wij uh, het feit dat we kunnen deconnecteren s'avonds, of is er toch zo'n soort onuitgesproken uh -huh. verwachting dat je die mailtjes toch nog eens checkt. Um, en daar hebben we de feedback gekregen. Dat was eigenlijk een heel. Simpele tool, uh, dat ging niet gepaard met grote opleidingen of zware dingen, maar gewoon de tijd creëren om eens even met elkaar in gesprek te gaan en dat te kunnen benoemen, mm -hmm. dat doet al zoveel. Um, en dan worden er dingen ook benoemd die anders ja, onuitgesproken blijven en daardoor wel bepaalde verwachtingen creëren. En plots is al die zwaarte daaraf, als dat dan eens op tafel gelegd wordt, uh, of als een manager dan zegt van. Ja, ik verwacht ik helemaal niet dat jij s'avonds nog die mails checkt, maar als die medewerker wel denkt, ja, ja soms stuurt hij er wel, dus ik zal ja. toch maar kijken en, en dan... Je blijft zo op een soort sluimerstand toch altijd aanstaan. Mm -hmm. um, maar als dat ook kan benoemd worden van, ja, soms ga ik s'avonds nog eens door mijn mails en dat kan zijn dat ik al antwoord, maar mocht het echt zijn dat ik iets nodig heb van u nog, dan zal ik u dat wel op een andere manier laten weten. Dan zal ik u wel bellen of zo. Daarvoor mm -hmm. moet je niet altijd... In een mail zitten checken. Mail zitten checken. En, en dat soort dingen. Ik denk dat dat gewoon echt belangrijk is. En, en ook als je zegt: van ja, hoe ga je daarmee om van nieuwe mensen die in een community. Ja, dat is, dat is door er met elkaar over te praten, door het te benoemen. Mm -hmm. um, en die charters bieden nu ook wel een soort houvast dat als er iemand nieuw in het team komt, dat je daar ook wel eens kan doorgaan en zeggen: kijk, dit zijn een aantal van hè, de patronen in ons team. Die nu ook wat explicieter zijn gemaakt. Ja. En ja, uiteraard moet je dan ook dat gesprek ook wel een stukje opnieuw aangaan, of eens kijken hoe dat dan die nieuwe medewerker is, eh, of dat daar een aantal aanpassingen of evoluties in nodig zijn. Maar je maakt het wel heel tastbaar. Mm -hmm. um, en dat is vaak al, ja, hebben we gemerkt, een grote uh, stap Zeker. vooruit een beetje In een gebruiksaanwijzing vind ik het. Ja, ja, ja eigenlijk wel. We eigenlijk hebben ook wel. de Aquafin-werkcirkel, waarbij je ook naast dat je de individuele cycli hebt, ook een hmm. teamcyclus moet ja. stimuleren. Door dus op eenzelfde manier een tool aanreiken aan teams om over een aantal gesprekken periodiek. Um, ja, het gesprek aan te gaan en afspraken te maken, wetende dat de context ook constant verandert. Welle. Dus je kunt het ook niet één keer afspreken en zeggen: nee, nee, oké, okay, dit laten. is het dan. Ja, uh -huh. um, nee, je moet het ook blijven herhalen en blijven bespreekbaar maken. Uh -huh. Ja, absoluut. Yeah. Ben je de prins zo blij? Hè? We hebben meneer al langs op de podcast gehad. Ze zegt, er wordt veel te veel gezwegen op de werkvloer. Mm -mm. Niet bij jullie. <laughs> maar, maar ze hebben die... wel een duwtje nodig. Hè? Dus, maar als je ze zegt, het is oké. Maar als okay, je ze een duwtje kunt geven, het doen, ja, effectief, dan, en het voelt veilig, want anders sluimert het en leeft het, dan mm -hmm. praten we over elkaar en naast elkaar en wordt het in het slechtste geval ergens zoiets dat begint te etteren en dat veel Klopt. meer wordt dan dat het eigenlijk Absoluut. ooit was. Of, of misschien zelfs nooit geweest is. Ja. Um, nu, in ons um, magazine deze maand besteden ook toch vrij veel aandacht aan financieel uh, welzijn. Een beetje getriggerd door ja, twee zaken eigenlijk. In eerste instantie ja, het... het, het de context, het economisch klimaat uh -huh. en dat iedereen toch wel wat, wat voorzichtiger is. Uh, maar in tweede instantie, omdat ik eigenlijk wel wat geschrokken was van de armoedecijfers in ons land. Hey, er is zoveel wat voorzien wordt in ons land. Hey, je hebt dan mensen die aan het werk zijn, maar alles wordt geïndexeerd. We spreken continu over die koopkracht. En toch hebben we vernomen uit een in, um, interview met Wim van Lanker, een professor Sociaal Werk en Sociaal Beleid aan, aan de KU Leuven. Dat ongelooflijk veel, en ik gebruik dat woord, ongelooflijk veel mensen in ons land in armoede nog leven. Terwijl er al zoveel voorzieningen zijn. Dus 1,6 miljoen mensen, 13,8 procent, 1,6 miljoen mensen in ons land leeft in armoede. Dus komt niet toe. En je ziet dat ook niet altijd. We denken dan direct aan mensen uit de buik van de maatschappij. Maar dat probleem is eigenlijk mm -mm. veel groter um, dan dat we denken. Is dat, is dat iets dat bij jullie ergens een. Um, een thema is of houden jullie dat op een of andere manier in de gaten? In welke mate dat mensen zo met die grens zouden durven flirten van armoede? Dus dat daar wel wat een risico is? Ja, dat is natuurlijk een hele moeilijke, denk ik. Mm -hmm. hè? Want like wat je zegt, het is niet altijd zichtbaar. En het is nog los van het feit of iemand een loon heeft, weet je ook niet wat hij met dat loon doet. Mm -hmm. um, maar wij hebben bijvoorbeeld dit jaar, en ook eigenlijk naar aanleiding van de huidige economische context, wel um, als deel van onze, ons EAP, het zo, mm -hmm. Employee Assistance Program, ja. um, expliciete module um, budgetcounseling toegevoegd. Okay. Ja. Uh, wat dat dus betekent, dat medewerkers naast uh, gesprekken met, met een psycholoog of een coach rond een bepaalde problematiek binnen het werk, um, dat zij ook voor budgetcoaching zich, zich kunnen aanmelden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk zowel een beetje een grens van hoe ver ga je daarin als werkgever. Ja. We hebben daar ook intern best wel wat gesprekken over gehad. Um, maar de, de, de visie van Tillen het is dat we ook als, als bedrijf hè, een partner in life ja. Ja, van onze klanten willen zijn. Ja, als je dat dan doortrekt en een partner in life van je medewerkers, ja, dan, dan moet je ook wel ergens erkennen dat in de context voor die medewerkers op dat vlak best wel uitdagender is geworden. Mm -hmm. En. Het is niet dat je alles kan oplossen, maar je kan misschien wel een aantal handvaten aanbieden, waardoor dat zij daar ook wel mee aan de slag kunnen gaan. Mm -hmm. um, maar het is wel iets wat we merken: het is een delicaat thema. Dus het, het is iets wat je minder ja, in communicatie heel breed mee gaat. Mm -hmm. maar dat zijn vaak dingen die toch net iets meer ja, een, een, een voorzichtige aanpak vragen. Um, maar we hebben dat wel gelanceerd en aangegeven van kijk, hè, uh, dat, is, dat is beschikbaar. Uiteraard is dat volledig anoniem, we gaan nooit weten wie zich daarvoor um, mm -hmm. heeft aangemeld of niet. En uh, ik heb het nu in aanloop na deze podcast toch eens opgevraagd, nee? <laughs> van, van hoe zit dat daar niet mee? En daar waren uh, een elftal dossiers, dus ja. dat is op vandaag uh, de populatie van 3500, ja. mm -mm. is dat niet veel. Nee. Um, maar dan nog kan dat voor die elf wel heel betekenisvol zijn. En dan, zijn. Ja. Ja, en dan ja. en vind ik het wel toch een deel ook van, onze, van onze verantwoordelijkheid mm -hmm. om mensen ook op dat vlak. Want ja, uw welzijn, het is een, het is een, een holistisch verhaal. Hè. Het is, als jij de hele dag bezorgd bent over hoe dat je je rekeningen gaat betalen op het mm -hmm. einde van de maand. Ja, dan zet dan jij ook niet de beste versie van jezelf op nee, nee. het werk. Dus ik, ik vind toch dat je, ja, dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt, maar, maar het, is, het is een beetje aftasten. Er hangt, er hangt nog er, veel gevoeligheid in. Ja, er hangt rond, wel he? gevoeligheid in. Ja, ja, ja. ja. En hoe, hoe zit dat bij, bij jullie, Min? Ja. Heb je daar een zicht op of doen jullie iets gelijkaardigs? Bij ons is het geen expliciet thema vandaag in onze mm -hmm. visie. Ook als we ze hebben, of de bouwstenen hebben opgesteld, is dat ook wel op basis van uh, samenwerken met focusgroepen, ook met de syndicale partners, met input mm -hmm. van de vertrouwenspersonen. Uh, we houden ook bij HR de onderwerpen bij hè, die vertrouwelijk worden behandeld om op die manier te zien van waar uh, zitten de grootste uitdagingen, behoeften en op die manier daarop te aligneren. Dus vandaag komt dat niet naar boven. Wat dat we wel doen en zien hè, binnen HR, zitten wij eigenlijk ook vandaag in een heel geprivilegeerd domein en team te werken. Uh, wel hard werken, daarop dat bewust zijn. Ik heb onlangs uh, met het hr team een, uh, een oefening gedaan als het gaat over discriminatie. Eerst mm -hmm. zo mm -hmm. zicht krijgen op, oké, okay, wat zijn nu alle gronden van discriminatie dat er vandaag zijn? En dan eigenlijk heel eenvoudig met dat team, hè. we zijn dan uh, vijf, mijn 25-tal, uh, per discriminatiegrond gevraagd van, is er iemand al is gediscrimineerd, waar dat vermogen is één mm -hmm. van hun uh, discriminatiegronden, op uh, basis van een van die aspecten. En wat bleek, bij bijna elke um, vorm van discriminatie had iemand dat al meegemaakt en dan ook gevraagd van ah ja, voelt u veilig genoeg om daarover te delen? En dat waren eigenlijk heel pakkende getuigenissen en waar je dan ook tegelijkertijd dat bewustzijn kunt creëren. Maar zie, wij zitten in zo'n geprivilegeerd mm -hmm. segment van mm -hmm. de maatschappij vandaag en wij komen het al tegen van ja, ik denk dat wij daar echt als HR-community moeten op inzetten, um, om daar onze blik te verruimen en op die manier dus ook acties te kunnen nemen mm -hmm. um, waar dat nodig is. Op basis, want dat is wel bij ons, we hebben ook uiteraard beperkte budgetten, beperkte capaciteit, op waar zitten vandaag, yeah. op basis van facts en figures, de uitdaging in de mm -hmm. organisatie om daar als eerste op te beantwoorden. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, want het klopt ook, Owen, dat je zegt Min, dat er zo heel veel uit discriminatie... We denken dan altijd direct aan zo, de, de heel zichtbare elementen. Maar er wordt ook heel veel discriminatie ervaren door mensen die bijvoorbeeld in ploegen werken ten opzichte van mensen die niet Op. in ploegen werken. Of mensen die in, gewoon in een andere loonschaal mm -mm. zitten ten opzichte van zij die hè, veel meer loon verdienen. Dus voor mij is dat, dat thema van armoede niet van, oh, arm die mensen, mm -hmm. de echte grote dutsen in onze maatschappij, maar gewoon being a partner in life. Um, zicht hebben op het feit dat sommige mensen zich um, ja, niet gelijkwaardig behandeld voelen omdat ze in een andere sociale klasse. Functioneren en in tweede instantie zorgen dat als er issues zijn rond budgetbeheer of gewoon kijken hoe je efficiënter leven kopen, dat soort mm -hmm. zaken mm -hmm. um, ja, daar een stukje in, uh, in tegemoet komen. Nu, wat hij um, ook zei, Wim van Lanker, is dat um, het moment, het hangt ook daar allemaal samen. Als je in armoede zit, is het ook heel moeilijk om toegang te krijgen tot andere voorzieningen, maar ook toegang tot werk, met um, natuurlijk een oproep voor werkgevers: van ja, richt je ook. Tot die populatie, maar daar komen natuurlijk heel wat uitdagingen bij, want mm -hmm. mensen die al vrij lang in armoede echt leven, die hebben wel een bepaalde historieke en problematiek die mm -hmm. veel ruimer is dan het financiële. Mm -hmm. Is dat iets waar dat jullie vinden dat organisaties gericht zouden moeten op inzetten? En nu bekijk ik het niet vanuit jullie organisatie zelf, maar bedrijven in het algemeen, hebben zij daar een rol in te spelen of moet de overheid dat eigenlijk maar zien op te lossen? Mijn visie is daar wel dat bedrijven daar ook een rol in hebben te spelen. En dan ga ik het over die activering van de arbeidsmarkt mm -hmm. en zien hoe dat je daar een rol kunt spelen om België, Vlaanderen ook relevant te houden in de toekomst. Omdat mm -hmm. dat toch wel een belangrijk uh, aspect is. Um, maar gelukkig organiseert de maatschappij ook hè, heel veel organisaties of steunt zij heel veel organisaties die aan die arbeidsbemiddeling doen. Dus je moet het ook zelf niet het warm water uitvinden, mm -hmm. maar die samenwerking opzoeken met die verschillende partijen dat er in gesprek. Specialiseerd zijn om op die manier drempels te verlagen, ook terug vanuit een geprivilegeerde uh, uh, positie in de maatschappij, beter zicht te krijgen op mensen met wel die afstand tot de arbeidsmarkt mm -hmm. en te zien wat je daarvoor kunt doen of hoe mm -hmm. dat je kunt zorgen dat die toch geactiveerd worden. Ik vind dat wel, dat is mijn persoonlijke mening mm -hmm. uiteraard, en een hele belangrijke rol van ja. bedrijven in het algemeen. Mm -hmm. Annelies? Ik denk, ik vond dat geen makkelijke vraag. Mm -hmm. um, ik denk wel in de huidige context, hè, waar dat er dan uh, toch ook een, uh, nog altijd de war for talent en, mm -hmm. en, en uh, ja, een, een tekort is aan heel arbeidskrachten, is dan misschien wel een, een, ja, een onbalans. En nee, dat, is, dat is dan niet een evenwicht dat je dan merkt: mm -hmm. er zijn eigenlijk ook heel wat mensen die dan de toegang niet vinden. Ja. Hè? Of, of, ja. Dus daar zit zeker een opportuniteit in. Maar ik denk dat het echt wel niet te onderschatten is dat je dat. Dat dat geen quick fixes zijn. Mm -hmm. En ik voel dus zeker dat dat, dat in de juiste um, context of met de juiste partner dan moet aangepakt worden. Want ik denk dat je daar echt een heel. Ja, je hebt het, 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 het werkstukje van de puzzel. Maar er zijn er, denk ik, inderdaad, heel veel andere die dan ja. als, een, als een totaalpuzzel in elkaar um, moeten vallen. En dat je ook op vlak van ja, individueel, persoon, hoe, hoe, hoe sta je in het leven? Hoe kijk je? Een aantal ook. Ja, patronen die er zullen ingeslepen zijn. Mm -hmm. um, ja, dat is dus allemaal dingen die je wel kan aanpakken, maar dan moet je dat ook beseffen dat die ondersteuning zal nodig zijn om het ja. ook daar weer duurzaam te maken. Hè, dat het niet is van, ah ja. Mensen aan het werk te krijgen, oh. voila, de job is done. Nee, nee. Maar ze ook wel te begeleiden in, in mm -hmm. die hele ja, transformatie die dat voor hun leven en voor hun omgeving gaat, um, ja, gaat teweegbrengen. Dus ik denk dat daar wel die instrumenten voor zijn, maar ze moeten heel goed dan in één aanpak um, ja. verzameld worden. Ja. En volgens mij dan inderdaad ook een stukje een ondersteuning als organisaties die keuze maken om die mensen uh, uh, effectief die kans te geven op de werkstelling, dat er daar een, een bepaalde ondersteuning in zit voor, mm -hmm. voor problematieken Sowieso. die er zijn. Maar misschien ja, hoeft het ook niet altijd zo zwaar te zijn. Ik kan me heel erg goed inbeelden dat een, een, een modaal gezin door een echtscheiding, dat een van de twee, of in het slechtste geval alle twee, in financiële mm -hmm. zorgen geraken, hun werk kwijt geraken, whatever. En dan wordt het heel moeilijk om terug te keren. Je twijfelt ook aan jezelf. Dus het kan... Heel snel verkeren, mm -hmm. zeg, ik, zeg ik altijd. Werk, maar nee. um, blij met jullie uh, visie dat bedrijven daar wel degelijk ook een rol in te spelen hebben. Maar voldoende realiteit zijn. Mm -hmm. dat, uh, dat niet evident uh, zal zijn. Hè. Um, nu, als HR-professional moeten we natuurlijk uh, mee zijn met wat er gebeurt in HR en buiten HR. Waar danken jullie zoal inspiratie? Oh, dat is heel. Um Heel veranderlijk, denk ik. Ik ja, ga nogal snel op zoek naar andere mensen. Of naar mm -hmm. connectie met andere mensen. Ik denk dat ik naar jou ook. Um, een paar jaar geleden, als ik dan in deze omgeving wat mm -hmm. terecht ben gekomen, zei van: ja, zijn er zo? Uh, netwerken, uh, interessante bedrijven waar het, waar het goed is om ja, eens in contact mee te komen, van te leren. Um, ik volg op LinkedIn, uh, ga ik ook soms gewoon op thema eens, mm -hmm. eens zoeken. En, en als ik dan, ja, of als ik ergens een artikel heb gelezen en ik denk, oh, daar stond wel iets interessants in, dan ga ik die opzoeken op LinkedIn, ga ik die volgen. Dus zo, maar een heel, um, ja... Uh, formele leerstijl zeg maar mm -hmm. om dan te kijken van wat doen andere bedrijven en vooral ook in, in, in de toepassing hè, omdat, omdat je ziet dat het daar toch altijd ja. wel uh, belangrijk is in hoe dat je dingen dan in de praktijk uh, brengt dus ja vooral vanuit netwerk en, en contacten denk ik ja mm -hmm. min um, ja ik zit zelf binnen Aquafin ook in een innovation board en mijn topmoment van de maand is uh, het <laughs> trendwatching stuk mm -hmm. oh, de, yeah. Ja, Geïntroduceerd dat ja, iedereen ook wel waarlijk. Ik vind het zelf ook heel boeiend om de maatschappij in het hoog te houden en ook de technische evoluties dat daarbij mm -hmm. horen. Dus uh, doen we altijd een rondje en dat vind ik echt altijd het uh, topmoment. Dus iedereen is een beetje trendwatcher ja. in die Wauw! Maar, maar, uh, ja, ja, en ik moet zeggen, dat het is wel zo'n topic dat mij heel hard boeit. Dus, um, ik neem gewoonlijk wel dan nogal veel ruimte in, denk ik, in dat rondje. <laughs> ik vind het dan ook leuk ja. om de zakken te zien, maar ook al wat de patronen te ja. herkennen. Ja. Ja, dus ja. Um, die trendwatching, maar dat gaat dus niet alleen over HR, maar veel nee. breder dan wat er allemaal maatschappelijk gebeurt. Binnen HR zelf doen we eigenlijk een beetje hetzelfde. Mijn HR-landschap. Um, gaat ja, bij te houden. En dat gaat niet alleen ook over... Je hebt HR-trends enerzijds, maar ook maatschappelijke trends, mm -hmm. socio-economische trends, mm -hmm. culturele trends, dat je daar ook wel mee in kaart brengt om op die manier te zien dat we onze roadmap ook wel echt um, ja, up-to-date en toekomstgericht mm -hmm. houden. Zelf put ik ook heel veel uit kunst en cultuur. Oh. Is dat ook wel echt mijn ja. bron van um, inspiratie en informatie uh, dat gaat van theater... In de zomer nog Theater aan Zee, waar je wandzoon had van Mietwaldroop. Wat ik heel interessant vond, omdat ze, dat was echt beleving, maar zij uh, maakte eigenlijk een stuk over het verlies van haar broer. En uh, ja. Je voelde heel hard hoe dat, dat was voor mensen waar dat, die vastzitten in verdriet of in mm -hmm. gedachten. Je kon dat echt fysiek voelen en dat vind ik dan ook mm. wel echt leerrijk. Ja. Anderzijds in het fotomuseum in het najaar was er Vincent Beekman, een fotograaf, die ook vanuit ontmoetingen uh, werken maakte. Dat waren drie trajecten waar dat je op die manier ja, ook zicht kreeg op een bepaald stuk van de maatschappij en evoluties in de maatschappij, wel zowel cultureel... Hij, had ook een, hij werkte samen met een psychiatrisch centrum. Met mensen met een versla verslavingsproblematiek, maar dat is hmm. voor mij wel echt heel ja. voedend, kunst en cultuur op die manier. Ja, ah, oh, vind, ik, uh, vind ik superboeiend. Hmm. Dus ik eigenlijk weinig uit boeken. Ja, oh, ik koop graag boeken. Ja, gelezen en wel gelezen. En dan leg ik ze ergens. Denk ik, die moet ik echt ja. eens vastpakken. En ja, het, dat, ja nee, dat komt er niet van. Ja. Ik ben niet zo'n lezer. Gaar. Dat vind ik eigenlijk wel opvallend. Want ik was vroeger een lezer. Nu is het diagonaal lezen omdat de stapel voor zichzelf alleen al mm -hmm. niet meer te overzien is. Laat staan buiten eentje aan het vakgebied. Maar wat me opviel, hebben ze in mijn gezegd, Your next Vrees starten, Start is een community van echt jonge professionals. Nee. Eager. Boeken, 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 boeken. En die lezen die en die gaan ermee aan de slag, maar over compleet andere zaken dan ik initieel dacht, beleggen, geld. Ik heb namen gehoord, ik heb auteurs gehoord. Vond dat super interessant, maar dat mm -hmm. zit dus effectief. En dat zal niet generatiegebonden, misschien meer leeftijdsgebonden zijn, I don't know. Ik vind dat super interessant mm -mm. om vast te stellen. Mm -hmm. dat, uh, enfin, ze zijn uiteraard ook niet representatief voor de jongeren. Het is een groepje. Mm -hmm. uh, ook uit een geprivilegeerde groep alweer. Maar ik vond dat eigenlijk wel frappant, omdat ik bij uh, leeftijdsgenoten of mensen, veertigers, in het algemeen minder en minder hoor dat die veel lezen, en bij jongeren. Enorm veel. Dus ik vond dat ja. Wel, ja. eigenlijk wel ja, leuk om, om vast te stellen. En trendwatchen. Er zijn daar ook methodieken voor om dat op een nog efficiëntere manier te doen. Mijn Bert van de Tilburg mm -mm. heeft daar een boek rond geschreven, die gaat ook op ons event, 25 januari, daar een beetje de essentie van geven, hoe dat je kunt leren trendwatchen, zonder dat veel te heel zwaar te maken. Want er zit heel veel in. Gewoon iedereen die kijkt en luistert en deelt. Mm -hmm. Moest iedereen dat al doen? Mm -hmm. Wauw. Wow. <laughs> uh, zal veel veranderen. Goed, podcast gaan we afsluiten. Ik heb tien uh, quick questions voorbereid. Ik ga het een beetje alterneren. Toen, uh, anders gaat het ons misschien te ver uh, trekken. Dus um, ik ga starten. De eerste. Het laatste dat je geleerd hebt, Min, dan kan je vragen. Um, ja, dat was eigenlijk deze week in een uh, sessie van Tahariani. Um, en mm. hij sprak over toxisch optimisme. En dat heeft mij eigenlijk wel even geraakt, want ik ben echt een optimist uh, tot in uh, enkel, elke wezen. Mm -hmm. uh, en ik dacht, oei, maar dat kan wel ook echt toxisch mm -hmm. zijn voor de omgeving. En dan vooral ook weer diversiteit en inclusie. Mm -hmm. Ik geloof ook in de maakbaarheid van de mens. Ik probeer mezelf er ook wel op te challengen daar sluit ook wat aan op dat armoede-aspect. Ja. Uh, maar dat ging over communicatie. Als je het veel zegt van, ah ja, die heeft dat gekund, mm -hmm. die kans gegrepen en ja, gerealiseerd, ja. dat je daar toch ook wel met dat optimistisch luik moet oppassen. Okay. En voor mij was dat wel echt een heel interessant... En, uh, ja, tegelijkertijd wat confronterend inzicht. Hij ja. heeft ook de een boek bar. geschreven. Hè? Ja. Ik ga het lezen? Dat gaan we niet Annelies? lezen. Hè? Nee, dat gaan we niet lezen. Ik heb hem op de podcast, binnenkort ik podcast luisteren. Voilà. Um, dan Annelies, hoe draag jij zorg voor jezelf? Um, ja, ik denk een beetje door uh, te leren door ervaring. Als je... Niet goed zorg draagt voor jezelf. Dat je dan toch ook zo ergens op een grens uh, komt hmm. te staan. Ik, heb, ik ben nooit in een, in een burn-out of zo terechtgekomen, maar toch wel een bepaalde periode ja, daar wel wat uitdagingen rond gehad. En ja. Ik denk dan ergens een klik gemaakt van: ja, dit, dit, dit wil ik niet. Mm -hmm. En tijd voor mezelf is ook echt een prioriteit. En dat ook heel goed aan te voelen. Um, ja. Ja, ik, ik ben iemand die heel veel van het gevoel en, en intuïtie, maar dat stukje negeerde ik dan toch zo mm -hmm. precies. Um, terwijl ik dat nu heel goed aanvoel, van oké, okay, dit is een heftige dag geweest, of dit heeft nu veel van mij gevraagd. Um, ja, ik moet misschien nu even ook de tijd nemen om daar dan ja. van te recupereren. En, en niet dan te denken, ah ja, nu moet ik eh, het volgende. Of ah, ik heb vanavond afgesproken met mijn vriendin om te gaan sporten. Maar ja, ik, ik voel echt in mijn lichaam. Een tekort aan energie, wel dan, dan ga ik het niet doen. En dan mm. weet ik dat dan, kan het dan de dag nadien op een andere manier, kan ik ook iets van beweging doen. Maar ja, echt, ja. ja het is redelijk basic, maar echt heel goed luisteren naar, naar je lichaam en de signalen daarin. En dan daar ook de nodige prioriteit aan geven. Mm -hmm. um, ja. Niet alleen luisteren naar anderen, maar vooral luisteren naar jezelf. <tast> ja, daar <tast> zijn we meestal niet zo sterk in. <tast> ja. um, min, heb je een geheim talent waar bijna niemand van af weet? Ik kan echt heel goed organisch stapelen. <laughs> organisch stapelen. Ik, ik heb geen idee wat ik... Gewoon stapelen. Ja, ja, Dingen maar op organisch elkaar. Organisch, Geen waste. Zo, niet strak dat. gestapeld, maar ja, organisch gestapeld. En dat valt toch niet. GELACH <laughs> Oké, okay. <laughs> ben eigenlijk wel... Ben benieuwd, Annelies, wat is uw geheim talent? Heeft dat ook iets met organische nee. stem te maken? Helemaal niet. Um, ik kwam op uh, uh, liedjesteksten onthouden, um, mm -hmm. waardoor dat ik heel veel, uh, ja, als er een liedje op de radio, dan kan ik dat beginnen meezingen. Dat dan ook denkt van, maar hoe kan dat nu dat je dat dan toch ook, <laughs> ook weer kent of zo? En ik zie dat, het is wel grappig, ik zie dat nu ook bij een van mijn twee zonen. Het is een tweeling en een van de twee heeft dat ook. En die, die zingt ook heel makkelijk mee met tekstjes en zo. Het en, um, dus ja. het moet toch ergens in het systeem zitten. Ja. Vroeger als er nog CD's waren en mensen CD's kochten, zat er zo'n boekje bij met de lyrics. Ja, ja, ja. ik ja. zat je dan ook. In je hoofd ik, te had, leren. ik had mappen met, met teksten Ma van, van liedjes. Om, ja. En dan zat ik s'avonds in mijn kamer nog een beetje liedjes te zingen of zo. Ik, ja, ik vond dat superleuk. En dat is mm. ergens toch blijven, hè, blijven hangen. Ja. En als we jouw loopbaan op muziek zouden zetten, welk genre zou dat dan zijn? Ja, daar heb ik toch even is ook over nagedacht. Um, sowieso zou er moeten een, een beat in zitten, want er zit wel wat beweging, wat dynamiek in. Maar het mag dan niet zo afdwalen naar het uh, technobeat-achtige. Mm. Er moet ook wel een meaning in zitten. Dus er moet ook wel een soort verhaal, uh, er moet tekst in zitten. Maar dan niet ook gewoon serentonige tekst, maar echt ook een verhaal verteld worden. En dan kom ik bij Avicii uit. Ik Om... ging juist Avicii zeggen. Ja. Crazy is ja. <laughs> ja, ik dacht van ja, dat is, dat is altijd echt ook met, met, met een tekst, met ja. een mening, maar toch ook met een toffe dynamiek en beat eronder. En ik dacht, ah ja, ik vind dat altijd ook goede nummers. Dus ja, ja. voilà. Hij ja. kan het niet meer doen, denk ik, mijn, ja. <laughs> mijn loopbaan op muziek zetten, maar anders was dat wel een goede kandidaat. <laughs> ja, mooi. Welke charger dat thema kreeg te weinig aandacht, Min? Um... Ja, volgens mij de HR-community zelf en de mm. beslotenheid daarvan. Ik moet zeggen dat ik daar toen ik pas in mm -hmm. HR zat, echt heel hard van verschoten was hoe een community, mm -hmm. ook een uh, homogene community dat dat mm -hmm. is en nog altijd is. Hoe dat daar toch ook wel vooral richting HR wordt gekeken en heel weinig. Daarom vind ik dat ook echt fantastisch mm -hmm. aan uh, pickings, hè, die ja. Zeker die eerste waar dat jij echt uh, in compleet andere sectoren ja. mm -hmm. ging kijken, omdat dat heel volgens mij verrijkend is en mm -hmm. verruimt ja en innovatie gebeurt ook daar waar mm -hmm. dat je over je, over de grenzen kijkt en dat vind ik daarom misschien ook waar haal ik mijn inspiratie ik kijk ook liever naar ja, buiten het, nee. omdat het soms voor mij beklemmend aanvoelt die HR community waar dat iedereen ja, ja knikt in dezelfde richting en mm -hmm. over dezelfde mm -hmm. topics en in dezelfde taal. Ik vind het fijn dat je het zegt, want ik ben er eigenlijk mee gestopt met over andere sectoren, mensen uit andere mm -hmm. sectoren te vragen. En zelfs in het magazine doen we het niet meer altijd, omdat we er geen goede feedback op kregen echt? van HR. Mm -hmm. En ik vind dat echt Omdat ja, het te ver van ons bed is maar. in HR. Ja. Dus, oh, en gechallenged yes. mee om het toch terug weer op ja, Voor mij is dat echt op de valkuil mm -hmm. van HR. jaar. En welke ik heb me gechallenged, Ik er toch weer. Uh, Hop, we weer kregen, en de... ook, ook naar de, de podcast, die worden minder beluisterd. Wat zeg. Met aanzienlijke verschillen. Ja. ja. Dus um, er is nog een weg te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat er misschien geen nood aan is, hè, maar ja, dan is er wat sensibilisering nodig. De groep die er nood aan heeft, is in verhouding tot de groep die denkt er geen baat bij te hebben, uh, die is nog te klein. Dus we gaan die hmm. laten groeien, dus we gaan haar gewoon weer op de kaart <laughs> zetten. <voilà. laughs> ja. Welke dat hier iemand krijgt dan te veel aandacht? Dan dan is? Um, ja, voor mij komt dat dan een beetje op het hele uh, skill-verhaal, maar dan vooral in het reskillen, upskillen, downskillen. Mm -hmm. <laughs> ja, ik heb daar verschillende um, reacties of associaties mee, alsof dat je dan als mens gereduceerd wordt tot de skills, en ja. of dat skills ook dan zo een doel op zich zijn. En je moet dan vooral zoveel mogelijk skills verzamelen en... Ja, ik weet niet, ik krijg het daar dan een, een beetje benauwd van, dat ik ook denk van, ja, ten eerste heb je ook op diepgang in die skills nodig, dus als het dan zo op de kwantiteit, boven de kwaliteit, mm -hmm. dan wringt dat al zo'n beetje bij mij. En ja, het, het wordt dan zo'n heel uh, functioneel gegeven, ja. dat dus als mensen hebben een verzameling van skills en, en zorg maar dat je meezet met de volgende skill en al klaar bent voor wat er dan daarna ja, komt. En, en als dat niet zo is, dan moet je die niet meer meedoen of we steken nu in de prijs om een keer te upskillen of zo. Ja, ik, snap ja, het, ik, ik vind dat het dat een beetje dat... een, funct ja. een te, te functionele benadering of zo. Ja. Oké, okay. alright. De belangrijkste stakeholder voor HR, Min, wie is dat? Ik geloof wel in zo'n systeemdenken, in ecosysteem. Dus ik kan er geen, niet één iemand uit uh, pikken. Uh, ik denk dat echt als een systeem en alle stakeholders daarin even belangrijk zijn okay. van management, sociale partners, uh, medewerkers, toekomstige medewerkers, uh, leidinggevende ja. uh, en ik zal daar nog eens expliciet de buitenwereld aan ja, <laughs> zetten. is dat ja. nee, het gesprek nu, zou ik dat zeggen, dat is een belangrijke stakeholder. <laughs> okay. Het volledige ecosysteem ja. en hoe die elkaar onderling beïnvloeden en in het beste geval sterker maken. Mm -hmm. nou, dat is de bedoeling ja, van Inderdaad. het ecosysteem. Jullie mm -hmm. lezen niet veel, dus ik vraag me af welk boek moet ieder HR professional dan zeker lezen, Annelies? Wel, de laatste die ik helemaal heb uitgelezen, en het is nogthans een dikke, is uh, de meeste mensen deugen. Ah ja, met Gilbrechtman. En ja. ja, en als je dat net zei van een optimistische kijk uh, op het leven, dan vond ik dat daar echt heel fijn aan. Omdat dat dan in al het doemdenken en in alle problemen van de wereld en zo de, de, de verhalen die dan. Uh, het meest gelezen worden, of die dan, zijn dan vaak degenen die zo de kleine kantjes in, in, uh, naar boven brengen bij mensen. En eigenlijk dat boek heeft als doel om daar een, een tegengewicht op te bieden. Mm -hmm. En om eigenlijk hè, van, van bepaalde, het, het, het eentje dat nu in mijn hoofd komt is zo het bystander effect, zo, ja. hè, dat mensen eigenlijk niet zouden reageren op, op, als je ziet dat iemand in nood is. En dan, dan, dan verandert die, die, context, die plaats even in een ruimere context van... Ja, er is één elementje daaruit genomen en ja, dat sloeg natuurlijk aan. Want dat had dan zo'n nieuws- en sensatiewaarde. Mm -hmm. Maar uh, andere onderzoeken en andere contexten... Allee, ja, die plaatsen gewoon in een, een beetje meer genuanceerder beeld. Mm -hmm. en, en komt wel, toch wel terug van... Ja, in de kern zijn mensen... Echt wel goed. Goede <laughs> is, intenties. Ja, en ja. dat is een soort hoopvolle boodschap of zo. Dat het, dat het niet allemaal om zeep is. <laughs> en dat er nog mooie dingen kunnen gebeuren en, en kunnen komen. En ja... Ik ben ook optimistisch van insteek. Dus dat, dat was heel fijn om dat te lezen. En te denken van ah ja, toch? Hè, ja, het is toch zo. Hè? Mm -hmm. en, en dat gaf dan zo ergens een bevestiging daarvan. Dus ja. dat vond ik wel een hele, een hele mooie. Maar het is echt een klapper, hè? Dus, ja, uh, Ik dat heb toch hem... wel volhouding. Ik heb hem nog niet gelezen. Ik heb hem zelfs nog niet gekocht, maar ik hoor er inderdaad veel positiefs ik ook. Hoor, ik hoor ook veel mensen die er, die er wat, wat, wat kritisch naar kijken, maar daar leer je dan ook weer uit bij. Maar ik geloof wel, de, meest, de meeste mensen hebben echt geen slechte bedoelingen met wat ze mm -hmm. doen. En wat mm -hmm. ze zeggen. En ja. soms is het in een ontvanger dat fout zit. En, en soms is het door een gebrekkige communicatie. Maar de meeste mensen hebben eigenlijk echt geen slechte intenties, gelukkig maar. Min, als je terug uh, mag opnieuw beginnen in je loopbaan, ga je terug in HR terechtkomen? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Dat is voldoende overtuigend. <laughs> Oké, okay, en de laatste is voor jullie alle twee. Hè. It's a great time to be in HR. Waarom of waarom niet, mag ook. Ik ga hem toch bevestigen. <laughs> en waarom? Ja, ik denk er zijn heel veel dynamieken die vandaag in, in de wereld spelen, in de maatschappij spelen. Je hebt er ook naar verwezen. En als, als HR, de, de, de human relations misschien dan mm -hmm. iets meer dan de human resources, de people, <laughs> ja, ja. ja is, dat, is dat toch echt wel. Een, je omgeving en je werk is een, een weerspiegeling van de maatschappij. Dus al die uh, invloeden komen daar ook in terecht. Hè. We hebben het ook over diversiteit en inclusie gehad, nog zo'n topic. Mm -hmm. Ja, dan, dan is het wel fijn om daarmee aan het, aan het roer te staan, om daarmee over na te denken van hoe gaan we daarmee om. Het zijn niet altijd makkelijke, makkelijke vragen, maar het is wel heel fascinerend en heel verrijkend. En ja, in de mate dat je daar dan toch echt ook een verschil mee kan maken, vind ik dat wel, vind ik dat wel een hele mooie. Dus ja, ik ben ook wel blij dat ik in HR ben terechtgekomen. Minden is het laatste woord voor jou. It's a great time to be in HR. Ja, dat kan ik ook echt wel helemaal bevestigen. Mm -hmm. Ik ben er ook echt van overtuigd. En dan vooral voor die, over, uh, omwille van de maatschappelijke impact dat we kunnen ja. maken vanuit de HR-positie. Oké, okay, alright. Mooie woorden om de podcast mee af te sluiten. En ik zou bijna zeggen dat het zonder is, maar het is al een beetje minder grijs geworden. Moeten we niet zo bekijken. Ja. Hartelijk bedankt voor deze ja, blind date. Een beetje. Ik hoop dat het meegevallen is. Ja, Zeker. Ja. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, absoluut. Zo, dank je wel ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast interessant? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dan dat er nog belachelijk veel afleveringen te bekijken of te beluisteren zijn op ons YouTube-kanaal. Of Via jouw favoriete podcast-app. En het allerbelangrijkste, je hebt het net gehoord. It's a great time to be in HR. Tot de volgende.